Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en mijn stage ligt hier achter, daar kom ik net vandaan. Ik ben nu onderweg naar de supermarkt. Ik ga namelijk even een aantal boodschapjes halen hier in Hellevoet. Daarna ga ik naar Spijkenisse, lekker naar huis toe. En dan ga ik vanavond lasagne maken, want namelijk de collega van mijn vader komt eten. Aangezien we toch altijd veel te veel maken en hij vindt het heerlijk. Dus ja, ik ga boodschappen doen, dat is de planning voor nu. Jeetje, eindelijk. Ik heb alle boodschappen. Loodzware tas, echt loodzwaar. Plastic tasjes snijden natuurlijk ook lekker in je handen. Oh. Jongens, wat is dit niet normaal, echt. Eerst boodschappen doen, nou weer dit. Blijf bezig, maar in ieder geval. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ga nu naar huis toe lopen. Over ongeveer 10 minuutjes ben ik thuis. En dan ga ik koken. Dan ben ik eigenlijk gewoon nog lang niet klaar. Maar goed. Vanavond kan ik lekker mijn gemak houden. Goed, ik ben thuis eindelijk. En het is al een beetje schemerig aan het worden. Ik heb namelijk al gekookt. En avond gegeten. En toetje gegeten en alles. Maar ik heb gewoon niks gefilmd. Echt helemaal niks. Wat ik nu ga doen is ik ga me omkleden. Ik heb het heel erg koud. Echt heel erg koud. En wat ik daarna ga doen, weet ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk heel erg moe. Ik ben ook niet zo heel erg lekker. Dus ik ga lekker mijn gemak houden. Het weekend wil ik wel gaan werken aan mijn stageopdrachten. Ik heb er nog 2 te gaan van je anderhalf. Ik heb de ene helft al af. Ik ben dus filmpjes aan het kijken en misschien kan je het zien. Ik kan mijn ogen amper open houden. Dus ik denk, ik wil niet, maar ik denk dat ik toch gewoon lekker ga slapen. En ja. Ik ben gewoon heel erg moe. Dus ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag en het is... bijna 9:30. Ik ben 9:15 wakker geworden. Ja. Dat is eigenlijk tot nu toe. Ik ben wakker.
Wat ik ga doen is, ik ben natuurlijk nog helemaal niet omgekleed of gedoucht of weet ik het allemaal. Dat ga ik overigens wel allemaal doen zometeen. Maar ik wil eerst even alles gaan opruimen, want mijn bed is een zooitje. Als je hier kijkt, ligt hier ook echt van alles. Hier op de grond ligt echt van alles. Ik ga eerst even opruimen, voordat ik ga douchen en aankleden en weet ik het wat allemaal. Dus dat is de planning voor nu. Dus ik zie jullie in 3, 2, 1. Ik ben lekker gedoucht. Ik ben aangekleed. Lekker makkelijk aangekleed. En ik ga waarschijnlijk volgende week de hele week vloggen. Ik ga waarschijnlijk de hele week vloggen. Waarschijnlijk wil ik dat weer gaan doen op mijn camera. Maar het is nog een beetje kijken of dat wel of niet gaat. Het bevalt me eigenlijk heel erg goed op mijn mobiel. En de kwaliteit is nog niet eens zo slecht. Ik moet alleen leren om niet naar het scherm te kijken, maar naar de camera. Maar daar heb ik al jaren last van. Ja, eigenlijk bevalt het me gewoon heel erg goed op mijn mobiel. Omdat het is, kijk, je mobiel heb je eigenlijk gewoon altijd bij je. En die camera heb ik niet altijd bij me. En als ik moet vloggen, moet ik hem wel meenemen. Want ik vind het ook weer niks om dan, als ik weg ben, op mijn mobiel te vloggen. En als ik thuis ben op mijn camera, dan kan ik net zo goed alleen mijn mobiel gebruiken. Of alleen mijn camera. Dus het is nog even een beetje uitvinden hoe ik dat ga doen. Wel heb ik alle intro's voor de Vlogmas Week video's af. Namelijk in de maand december ga ik natuurlijk wel weer deelnemen aan Vlogmas. Maar ik ga niet dagelijks vloggen, maar ik ga het wekelijks doen. Dus er is een week 1, een week 2, een week 3 en een week 4. Maar dat doe ik omdat ik dagelijks niet volhou met school en alles eromheen. Heb ik geen tijd om ook nog eens te editen elke dag. Dus vandaar dat ik het in weken doe. En het wordt dan letterlijk een week van maandag tot zondag. Zondagochtend eindig ik hem waarschijnlijk. Zondagmiddag edit ik hem. En de week erop komt hij online. Dus dit even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Het is natuurlijk nog lang geen december. Nou ja, nog lang. We zitten er snel genoeg. Dus dat is eigenlijk wel een dingetje dat ik ook even jullie kwijt wilde. Ik ben even wat video's aan het trekken. Ik ga zo even langs mijn opa en oma. En de rest van het weekend ga ik denk ik lekker aan mijn stageopdracht werken. Ik moet er nog eentje doen, dan ben ik helemaal klaar. Het is best wel een grote opdracht. Ik vind hem ook best wel lastig. Dus ik hoop dat ik die wel op tijd afkrijg. Maar ik heb nog 3 weken, dus dat moet wel lukken. En ja, dan heb ik daarna eventueel ook nog een soort examen wat ik erin kan doen. Of ik moet het voor mijn vorige stage bewaren. Maar dat betekent ook weer dat ik wel meer werk heb om te doen. Dus ja, het is even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar daar ga ik jullie verder ook niet lastig mee vallen met al mijn stagegedoe. Volgende week ben ik de aankomende week natuurlijk de hele week vrij. Ik heb herfstvakantie. En 2 dagen van die week, woensdag en donderdag, loop ik stage in de avond. Dus het is van 3 tot 11 s'avonds. En daardoor komt gelukkig mijn vader me wel ophalen. Daar ben ik wel blij mee. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Dus hoe het me bevalt überhaupt. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. In ieder geval wil ik nu wel deze vlog afsluiten. Omdat ik het weekend waarschijnlijk alleen maar stageopdracht ga doen. En verder niks heel erg boeiends meer, om maar zo te zeggen. Zondag begin ik de weekvlog. En die ga ik door tot vrijdag. En dan zie ik jullie eigenlijk gewoon heel erg snel weer bij een nieuwe video. Vergeet natuurlijk niet het blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer op mijn kanaal in het midden. En kijk mijn vorige video terug aan een van de buitenkanten. En natuurlijk een extra video. Dus dan bedank ik jullie. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doei!